Hey, een hele goede avond allemaal. Welkom bij de derde online workshop. Vandaag gaan we fermenteren. Met de zin fermenteren kun je leren. En ik heb hier de twee allerleukste fermenterers uit Nederland gevonden. Moritz en Anneloes. En zij gaan je vandaag alles vertellen over hoe je kimchi gaat maken, wat fermenteren is, hoe je zelf lekker aan de slag kan. Het is een workshop vanuit de Bio Lekker Voor Je campagne. Dat is een campagne die mede mogelijk gemaakt en gefinancierd is door de Europese Unie. En binnen deze campagne gaan we jullie laten zien wat biologisch voor jou kan betekenen. En waarom je vaker voor biologisch kan kiezen. Maar voor nu gaan we denk ik gewoon heel lekker aan de slag. En ik geef het woord heel graag aan Moritz en Anneloes. Die jullie mee gaan nemen in het fermenteren. Als jullie trouwens een vraag hebben, stel ze in de Q&A. We hebben echt een fermentatie wizard, een collega van deze twee lieve mensen, die zit achter de Q&A, die gaat jullie vragen beantwoorden. En op het einde nemen jullie nog mee als jullie wat vragen hebben, die gaan we dan verzamelen. En op het einde doen we nog even een klein vragenrondje, zodat alle vragen beantwoord worden. Maar stel ze gewoon lekker tussendoor, wij nemen ze mee en dan gaan we die op het einde behandelen. Dus dan... Top. Hij is voor jullie, heel veel plezier. Dankjewel. En als er iets is, dan kom ik jullie helpen. Top. Laat het weten. Top, dankjewel. Ja, fijne avond alle samen. Mijn naam is Moritz en ik ben de oprichter van een fermentatiebedrijf in Amsterdam. En gespecialiseerd op kimchi en de zuurkool maken, sauerkraut. Vanavond ben ik hier samen met mijn collega Anne. Hoi allemaal. Ja, ik ben dus inderdaad een collegaatje. Net zoals Joyce die in de chat zit, zijn wij hier allemaal om jullie wat meer te vertellen over fermentatie. En wij werken nu al 1,5 jaar samen. Ik kijk er heel erg naar uit om jullie te helpen. Moritz, die zal veel ook in het Engels praten, dus ik zal ook veel het Nederlands vertalen. Ondertussen mochten jullie inderdaad iets niet begrijpen, wij hopen het gewoon samen er wel begrijpelijk te maken voor jullie. Dus welkom nogmaals. Welkom. Ja. Fermentatie. Waarom fermenteren mensen? Waarom hebben fermenteren 10.000 jaar geleden iets fermenteerd? Op drie manieren fermenteren mensen of hebben begonnen om te fermenteren. Het eerste is om voeding houdbaar te maken zonder een koelkast. Onze grootouders, voorouders, hebben nog steeds heel veel fermenteerd thuis om seizoenele producten langer houdbaar te maken. Het tweede is om een heel goede smaak te creëren. Dus fermentatie is gebruikt in heel veel verschillende producten, nog steeds vandaag. Bijvoorbeeld koffie, cacao, yoghurt, zuurkool, kimchi. Een derde. Een derde van het voedsel wat wij nu nog eten is een fermentatieproces doorgegaan. Ja, je ziet, we hebben het nodig, fermentatie. Maar de afgelopen 20 jaar hebben we door onze snelle voedselketen wisdom een beetje verloren gegaan over fermenteren. En we hebben de missie fermentatie terug te brengen. Vandaag maken we een Nederlandse kimchi, echt een kimchi gemaakt van Nederlandse biologische witkool van lokale boeren hier vlakbij Amsterdam. We hebben 4-5 verschillende ingrediënten nodig. Jullie kunnen mee fermenteren of ook later, denk ik, hebben we de video ook... Precies, dus deze video is later terug te kijken. Mocht je alles voor je neus hebben en je snijplank en je mes en je hebt het je kan lekker meedoen, dan nodig je vooral uit om thuis mee te doen. Maar anders kun je het ook gewoon terugkijken later. Ja. Om iets te fermenteren hebben we groenten nodig, biologische groenten. We hebben zout nodig, zout is heel belangrijk. En we hebben een omgeving zonder zuurstof nodig. Anaeroob is het vakwoord. Anaeroob bedoelt beneden de water, beneden de zoutwater. Het zoutwater. Ik ga nu aan de slag. We hebben nog een tweede camera. Door deze camera kunnen jullie zien wat ik hier op de snijplank zo maak. En ik ga verder in Engels nu.
Why is that? Why is that? Oké. Okay, waarom? Drie jaar geleden, jullie kunnen het horen, ik ben niet van Nederland wonen, ik ben niet van hier, ik ben Duits. En drie jaar geleden ben ik naar Nederland verhuisd om hier te studeren in duurzame voedselketen te creëren, een duurzame voedselbedrijven te creëren. En geef ik nog steeds lessies of workshops in Engels en in Nederlands. En het gaat sneller, het gaat beter als ik samen met Anne dat in Engels en in Nederlands te vertellen. En yes, als mensen kijken welke niet Nederlands praten, kunnen ze ook mee met ons fermenteren. Dus gaan we aan de slag. Ja, top. Oké. Wat hebben we nodig? We need a bowl. En cabbage, white cabbage. We gaan beginnen met een schaal waar we de gesneden kool in gaan doen. The first two layers of the cabbage we take off. Die eerste twee bladeren van de kool, die haal je eraf. If they are very brown, we don't use them for the fermentation. Die mag je inderdaad gewoon wegdoen, het liefst in compost. Compost of in de groenbak. En dan haal je nog meer lagen eraf. This one we will use, we will put aside and use later on as a lid on top. Ja, dus omdat we het onder water moeten houden, kun je dat met druk, moet je je kool, wat straks gaat fermenteren, onder water houden. En daar kan je ook gewoon het blad van de kool zelf voor gebruiken. Dus dat gaan we later weer laten zien. In our recipe which we send out online, we wrote a recipe for a 1 kilo jar of kimchi. Ja, het recept is voor 1 kilo kimchi. So we are starting with 300 grams of white cabbage. Dus wij hebben 300 gram aan witte kool nodig voor die 1 kilo kimchi. Very important is that we cut the tail, the stronk out. Ja, dus die stronk in het midden, die snijdt morgens eruit. Dat doen we altijd in onze recepten. En dat komt omdat dat witte midden, dat is een beetje hard en dat heeft een andere structuur dan de rest van de kool. En daardoor wordt het een beetje mushy, een beetje slap en het is niet zo'n heel lekkere structuur om in je zuurkool te hebben. Of in je kimchi. Dus die gaat ook naar het compost. En dan, wat blijft er dan over? 280. In dit proces van fermenteren wegen we bijna alles best wel specifiek af. Dus je hebt een recept en dit keer is het ook best wel belangrijk om het recept goed te volgen. Voor 1 kilo kimchi zijn de ingrediënten en de hoeveelheid ingrediënten best belangrijk. Daar gaan we later nog wel wat meer op in. Maar nu hebben we dus 300 gram witte kool en die gaan we snijden. The cutting technique is up to you. If you want a bigger, harder, crunchy sauerkraut, you cut it thicker. If you want it more soft, you go thinner. Yes, dus hoe harder de stukjes van de kool, of hoe groter de stukjes van de kool blijven, hoe knapperiger eigenlijk je kimchi later ook nog is. Na het hele fermentatieproces kun je dus of wat zachtere kool krijgen, of echt nog wat knapperiger, harder. So we are cutting in the length of the cabbage, so that we have a little bit longer stripes. Even kijken of die camera goed ziet. I'm trying to cut slow, but it's actually more difficult for me. Terwijl jij aan het snijden bent, waarom is het zo goed dat deze kolen biologisch zijn? Yeah, well, in our company we are using only organic cabbage. That is very important because if you use a cabbage which is full of pesticides or chemicals sprayed, then you might lose the ability to ferment it, or it ferments less properly because it interacts with the bacteria we are creating later on. Ja, dus er zit heel belangrijk in het proces zijn de bacteriën. En hoe meer pesticiden bijvoorbeeld op zo'n product zitten, hoe meer dat effect heeft ook op het fermentatieproces. Dus de bacteriën kunnen minder goed hun werk doen eigenlijk om het product zo gezond te maken. We didn't really talk about bacteria yet, so maybe it's good to mention that it's not actually us humans which are making this preservative. But it's bacteria. Het is niet het water, het is
is niet de kool zelf of wij, maar het zijn inderdaad de bacteriën die het zo meteen het fermentatiewerk eigenlijk echt doen. En welke bacteriën zijn dat dan? Goede of slechte bacteriën? Yeah. Good bacteria, it's good that you mentioned, because there's also bad bacteria out there. And we create a good bacteria, which is called lactic acid bacteria. En dat is vertaald melkzuurbacteriën. And don't twist it up, it has nothing to do with milk. Heeft niks te maken met zuivel of iets dergelijks, maar het heet wel melkzuurbacteriën. And in order to promote this melkzuur bacteria, we also need some prior bacteria to start the whole fermentation process. Mm-hmm. And where do we get that from is the question. Dus we moeten beginnen met dus de bacteriën die nodig zijn voor de fermentatie, die moeten natuurlijk ergens vandaan komen. Die komen eigenlijk van de kool zelf. En dat is eigenlijk interessant daarin is dus ook weer het biologische verhaal. Dat hoe natuurlijker het product, hoe meer goede bacteriën er ook op de producten zelf zitten. Dus in deze kool zitten alle goede bacteriën gewoon op het product al. And also very important is that in these times right now we are living very sterile from time to time. We are disinfecting our hands a lot. If you ferment your own kimchi, please don't use the disinfectant before on your cutting board, on your hands and so on. Because the natural bacteria is what we need and want in there. Yes, dus voor dit proces van fermenteren gaan we straks ook met onze handen de kool en de... gaan we het allemaal mengen en dat dan gaan de bacteriën van je handen er dus ook doorheen. Dus het desinfecteren van je handen is hierin dus eigenlijk niet gewenst. Ja, ja. Next step, we cut the cabbage. This is my most preferred size. Now we need carrots. Yes, dan gaan we door met de wortelen. 100 grams of carrots. Dus dat staat in het recept, die 100 gram wortel. Hoeveel is dat? Ik weet het nooit zo goed uit mijn hoofd over. Yeah. Laat eens zien. Dat is dus eigenlijk maar anderhalve wortel. Ja. Yeah. Dat is 300... Wat zijn 100. Dat? 100 gram. Ja. Yeah. Oké. Okay. Ja. Yeah. And we cut only away the top and the bottom. Yes. Dus ook dit gaat gewoon naar de compost. Boven en onderkantje van de wortel. We did buy organic carrots, which are already pre-washed from the company. So we don't need to peel them. Ja. Yeah. We actually want to keep this little bit of soil, yeah, which you see somewhere. It's so little you can't see it with your eye. We want to keep it, so we really don't need to peel it. Dus ook hier met dit product is het dus gewoon heel fijn dat het biologisch is, want dat is een beetje gewassen. Maar op dit moment gaan we niet nog verder schillen. Dit is schoon genoeg en juist dus ook rijk aan de goede bacteriën. A little trick, we will cut chiffonade, which is called little stripes. Okay. That's French. Moritz is ook een chef geweest, dus hij weet alle termen. Chiffonade? Yeah. So basically we are cutting off one side. Yeah. And then we can flip the carrot, so that it stands. Ja, oké. Okay. Dus één klein strookje eraf, zodat het fijn snijden is eigenlijk. Yeah. And then we can cut the further slices. Yes. Like that. Je allemaal mooie slices, stokjes. And then even more stokjes until we have a little chiffonade, which is the French word, yeah. Ah, dus als het zulke dunne strookjes zijn, dat is chiffonade. Ja. Oké. And we flip that into the remaining. With the cabbage. Yes. And we do that. If you have a longer one, you cut it in two. Hey, en kimchi is niet iets wat we echt in Nederland kennen. Yeah. Uit welke keuken komt dit? Kimchi is traditionally the sauerkraut of the Koreans. Yes, dus een Koreaans gerecht. Yeah. In the same way we are eating zuurkool, sauerkraut here in the Netherlands or in Germany in the winter, the Koreans are going even more extreme. They eat it the whole year round, almost every day. Ja, dus de kimchi wordt in Korea het hele jaar door gegeten en wel heel erg vaak ook als side dish. Dus soms, vaak in Nederland eten wij zuurkool warm met onze aardappels bijvoorbeeld. Maar we kennen het natuurlijk ook wel als wat je bovenop je broodje worst, je vega worst of je gewone worst kan doen. Echt lekker als een frisse topping.
En in Korea wordt het vaak ook echt als bijgerecht, over, ja, wordt het overal bijgedaan eigenlijk. And they don't do this only because it's a tradition, but also because it has a very rich umami flavor. Yeah. It adds crunch, sourness to the dish. And because they want to include that bacteria into their diet to support their digestive system. Dus het is bewust voor gezondheid. In Korea wordt het gegeten, maar eigenlijk ook heel erg veel om de smaak. En umami, ik weet niet of jullie bekend zijn met alle smaken, maar umami is een van de smaken, net zoals zuur, zout, zoet, is umami een diep zoute smaak. Wat dus eigenlijk met fermenteren komt dat van nature, komt dat ook in het product. Dus daarom is het ook wel een beetje verslavend. Dat kan ik beamen. Na anderhalf jaar alleen maar samen dit verkopen en maken en erover vertellen, kan ik niet meer zonder. And in the meantime, we're done with the carrots. Mooi. Another 100 gram is added. Okay. Like that. You see, we get a good amount in here slowly. Ja, mooi. And then our third ingredient, which is Dutch leek, prei. Yes, prei gaat er nu ook in. En hoeveel van de prei gaat erin? 50 gram. 50 gram. Dat is dus ook weer niet zo heel veel. Voor een kilo, ja. Oké. Okay. Rest comes in compost. En de prei, you can decide yourself if you want to make slices. Or also chiffonade long strips. Ja, dus jullie kunnen het ook in strookjes of dus gewoon in schijfjes. Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit hoe je dit snijdt. It's actually very easy to make stripes out of the prei. You just have to cut it in half once. If it's fresh from the farm or market, please rinse it under the water. And make sure that Als jullie wel eens met prei thuis koken, dan herken je het wel dat het echt in die laagjes kan nog wel wat zand zitten. Dus daarom is het wel belangrijk om dat, echt dat zand wel van de prei af te halen. Maar zoals je ziet kan het heel makkelijk in die strookjes gesneden worden. Dat van zichzelf natuurlijk al mooie laagjes heeft. If you have difficulties in that cutting technique, don't worry. Also with the carrots, you can also go that way. Kijk, hij laat nu ook de tweede techniek zien. Het maakt dus niet heel veel uit hoe je alles snijdt. Oké, mooi. Dan gaat de prei erbij. And you see already everything we used right now grows also right now on the soil. So it's a very seasonal fermentation. Dat is mooi. In Nederland groeien deze producten op dit moment allemaal. Dus het is allemaal biologisch en uit het seizoen. Now it's getting a bit exotic. Oh, we gaan wel nu andere producten er aan toevoegen die niet Nederlands zijn. Zoals de Case, we actually found a farm in close to Amsterdam, which is growing this one also in the Netherlands, but usually it's imported, but also organic. So, dus het kan wel in Nederland groeien. But it takes a while and farmers need to adapt in the greenhouse to grow it. In the recipe there's no amount of ginger because everyone is a little bit reacting different to ginger. I will use today 30 grams. Yes. En dus is dit ook zoals ze het in Korea maken, de kimchi? No, actually this is a Dutch version of it. It's almost equal to the Korean, but we are using white cabbage. Okay. In Korea they use Chinese cabbage. Okay. Dus vooral in Korea is de koolsoort anders. Daar gebruiken ze Chinese kool. We hebben hier Savoye kool, we hebben hier allerlei kolen liggen, maar geen Chinese kool. In ieder geval is dat, dat is net een iets andere koolsoort ook weer. Die daar waarschijnlijk ook veel gegroeid, die groeit daar veel. Nee, precies. Maar de gember en de leeks, de prei, dat gaat ook in het Koreaanse recept. Ja. What I did is I cut a little bit away moldy brown spots, green spots, but you don't need to peel it completely. You can also leave the peel on. We zijn wel als Nederlander gewend om eigenlijk het altijd te schillen. But that's up to your choice. You know, if you really don't like the feeling of it, then feel free to cut it. Yeah. I will leave it like this. Okay. And dus de schil kan je aan de gember laten. Mooi. And the cutting technique is up to you again. Some like it really thin. I'm cutting it in four parts. And then I'm going with slices. Yes. Okay. Dus hier ook worden kleine slices van gemaakt. It
It's also possible to use the vegetable grater. Oh yeah, the rasp. The rasp. Yeah. So. Okay. You can see 30 grams is quite a lot. I'm a big ginger fan, so you can also start with 10, 15 grams. De Koreaanse kimchi is vaak heel sterk in knoflook en gember. Ja, dat is wel. Ja, ja, ja. Dus de Nederlandse kimchi is vooral Nederlandse ingrediënten. De smaken zijn ook wel soortgelijk. Maar kimchi is eigenlijk ook heel pittig. Ja. Gaan wij dat ook doen? We are going with a less ook, chili. Ook voor de Nederlander. Yeah. Also, die niet zo van pittig eten houdt. The kimchi we are making in Amsterdam is also less spicy because you know you adapt to the country where you're producing and fermenting. Ja, precies. En in Duitsland, daar. They also don't like to eat too spicy. Nee, ook niet te pittig. Oké, en de peper die dan gebruikt wordt, daar ga je zo meteen nog wat meer over vertellen. Next, that's almost the next part. Yeah. So you see ginger, 30 grams is quite a lot. Mm-hmm. I have the whole chunk full of it. I like it. So if you want to cut it in half or one third, totally up to you. Yes. Last ingredient from the vegetable side is garlic. Yes, dat is het laatste ingrediënt. En hebben we daar een hoeveelheid van op het recept? You can go up to 30 to 50 grams. I'd like to stay within the measurement of gloves. Oh ja, dus. Yeah. Dus hij houdt, Moritz houdt dus eigenlijk gewoon hoeveelheid partjes aan. Ja. Yeah. Dat zijn nu hoeveel partjes? I'm going here with 5, which is about 35, 40 grams. Oké. Okay. Nou, 5 partjes, maar het zijn wel echt grote partjes die je hebt. Ones, yeah. Maybe you can help me clean. Ja, dan gaat het wat How can you do that without the knife actually? You remember? Ik kan erop drukken. Ja. Yeah. Maar dan heb ik toch nog steeds het mes in mijn hand. You can also do it. Kan het ook met mijn hand, of met dit ding. Ja, met dit. Dan wordt het wat minder mooi, maar dan heb je wel in één keer het schilletje eraf. And we need to cut it anyway, so it doesn't precies, have to dus look. Het maakt niet uit dat het. Zo. I had the experience that with organic garlic you have a more soft flavor. So in this case I use quite a lot actually, 35, 40 grams. So I want to get a strong garlic flavor as dus well. Biologische knoflook. Is iets zachter, is het ook? Is het? We zijn gewend van knoflook dat het juist heel scherp is. Ja, yeah. But here you already smell it. It's quite. Dus, yeah. It's not so aggressive. Ja, ja. Right? Nee, ja. Je hebt gelijk. Try it at home. Dus biologische knoflook is minder agressief. here you can also use the knoflook as the garlic. Oh ja, ja. Dus net zoals dat de gember geschaafd kan worden, kan de knoflook ook gewoon door de knoflookpers. I'm making it with my fast chef's hands. Mm-hmm. Hoe lang ben je chef geweest dan? I've worked in the kitchen since I'm 15 actually. Yeah. And now I'm 28 almost, so quite a while. Ja. Yeah. Maar ben je thuis nog wel echt chef? Ja, a lot. Yeah. Okay. Now with a company, I have a bit more computer work to do, so I really, really enjoy fermenting, making sourdough bread, for example, kombucha, and sauerkraut and kimchi. Yeah. Dus sinds Moritz een bedrijfje heeft, is het alleen nog maar thuis koken. En een ander leuk product wat ook, waar de bacteriën ook een grote rol spelen, is brood. Zuurdezenbrood is ook een goed voorbeeld van fermentatie. The only difference from the sourdough bread is the thyme. Because what we will need with what we do today is a lot of thyme. Mm-hmm. Actually 21 days. Yes, dus welk product je ook fermenteert, er is altijd een ander soort, de tijd daarvan is anders. Dus zuurdezenbrood, dat heeft ook wel een rijsttijd nodig, maar dan kan je wel in één dag eigenlijk brood gebakken hebben. En wat wij gaan doen, dat heeft wel langer tijd nodig. En dat is dus wel misschien interessant. Wij gaan groentes fermenteren. Mm-hmm.
welke groentes kan je allemaal fermenteren? Yeah, that's a very good question. So there are two different techniques to ferment. Wild fermentation and fermentation with starter culture. Okay, that's maybe you can explain that shortly. Wilde fermentatie of met een startercultuur. Yeah. Oké, dus wat wij nu aan het doen zijn en wat wij net uitgelegd hebben over dat de bacteriën eigenlijk vanaf je handen van het product zelf en van de lucht gebruikt worden, dat heet wilde fermentatie. Dat betekent dat er zometeen gaat er nog wat gekneed worden, dan heb je eigenlijk geen starter nodig. Yeah. Met brood heb je vaak een starter nodig, dat zijn al gisten. Yoghurt. In yoghurt heb je ook een starter nodig. Maar wilde fermentatie is dus dat we dat zonder die starterculturen kunnen doen. Ja. Je kan ook allerlei groentes fermenteren, dus wel met een startercultuur. Ja. Dat kun je halen uit uit azijn of uit bepaalde... De starterculture? Ja. You can just buy a sauerkraut jar which is not pasteurized. And the liquid is the starterculture. Daar zeg je nog iets heel interessants, yeah. Want we hebben het ook nog niet over pasteurisatie gehad. Dus verschillende soorten fermentatie en dan heb je een product dat gefermenteerd is en dan kan je dat dus ook pasteuriseren. Yeah, most of the fermented food products are pasteurized. And in this case what we are doing here today will ferment. And then I encourage you not to cook it or to pasteurize it at home, because then we can keep the alive bacteria within the product and eat it ourselves. Ja, dus wat Morris dus zegt is, we gaan het ook niet verhitten. Het is een ongepasteuriseerde kimchi die we hier hebben. Want wanneer je het gaat verhitten, dan maak je dus ook een deel van die goede bacteriën ook weer kapot. Dus het is nog steeds gezond. Er zullen nog steeds vitamines in zitten. Er is niks mis mee, maar het is gewoon wat rijker als je het ongepasteuriseerd eet. Dit geldt ook voor andere gefermenteerde producten. Producten zoals we nu kennen, kombucha's of andere zuurkolen. Dan zit daar vaak een pasteurisatie bij. Wat natuurlijk nogmaals ook lekker en gezond is. Maar dit is nog iets rijker en goed voor je. Ja. We are ready for the next stage. Okay. All the vegetables are in here. What comes next is 200 milliliters of water. Okay. So we're gonna measure for the bowl there. Als je een weegschaal thuis hebt, dan kan je het dus nu eigenlijk op nul zetten. Alle ingrediënten zitten erin. Dan zet je dat dus op nul op de weegschaal en dan kan je makkelijk 200 milliliter bijschenken. En dat is dan wat de weegschaal laat zien. Then we set it on zero again. Dan zetten we het weer op nul. Dus nu is die weer helemaal op nul en dan ga je het zout toevoegen. Zout. 18 grams. Oké, wat voor zout? Moet dat zeezout zijn? Yeah, it should be sea salt or Himalaya stone salt, for example, because if it's added with, help me out. Jodium? Jodium. Jodium zout? Dat is niet... It ferments less properly, okay. So a very plain sea salt. Very okay, mooi, ja. 1 kilo means 18 grams. If you have more, 1.5 or so, always make sure you use 1.8% of salt. That's very important. Oké, dus we maken 1 kilo en daar gaan we 18 gram bij doen. Yeah. Wanneer je de andere verhoudingen hebt van je producten, hou je 1,8% aan. And they really always say it twice or three times because people think like, one spoon, two spoons. Yeah. But you really want to have 1.8%. Want dit deed ik dus inderdaad een jaar geleden ook nog fout, dat ik zelf eigenlijk gewoon... Het bij elkaar gooide, water, zout en dit is het stukje chemie wat eigenlijk wel belangrijk is. Die 1,8% van het totale gewicht, dat is wel belangrijk om die fermentatie op gang te krijgen. Yeah. Because the bacteria strive in that environment and they ferment the best in between 1,5 and 2 gram percent of salt. En te weinig fermenteert het eigenlijk, dan start het niet eens. It doesn't ferment, Dus, en te veel dan? Wat gebeurt er als je te veel? It's too salty. And it's not help. It's not really pleasurable for us to have a too much salt. Yeah. Okay, the salt is in, the water is in, and we start massaging. Kunnen we het allemaal zien? Can you see it? Regie. Also here we have a little thing to add. The harder you crunch it, the softer it becomes. Ja. Omdat er water in de groente zelf zit. En wanneer je gaat kneden, dan zul je zien dat het ook nog meer water verliest.
dus hoe langer je kneedt, hoe meer water het verliest. En dat betekent dus later in het fermentatieproces, of eigenlijk eindig je met een wat zachtere zuurkool of een zachtere kimchi. Ja. Dus vanuit ons recept, wat vind jij lekker? Wat doe jij? I massage it a little bit, but I also think that a little bit of crunch adds more excitement to add it on a bread or on the pasta or on the salad. Rather than having it so sour and mushy like in the store. Het brengt een lekkere structuur en een frisse, knapperige bite. Als je dus niet zo lang door, als je dus zeg maar deze grote stukjes en ook niet zo lang kneden, dan behoud je dus de knapperigheid. En dat is lekker als topping dus aan het einde voor van alles op allerlei gerechten. We see the now gingery juice, gingery garlic juice is coming out. We have to let it sit here for another 2 minutes or so that the other liquid comes out step by step. In the meantime, we're checking on the last ingredient. We laten het dus nog even staan. En dan gaan we het laatste ingrediënt, wat eigenlijk heel cruciaal is voor de kimchi. And that's the chili flakes. And it's not just any chili. In our case, we can use Nederlandse rode, the Dutch red chili, or the traditional Korean chili, which is called gochugaru. Yes. Dus kimchi is vaak pas kimchi als de gochugaru peper gebruikt wordt. Thuis, mensen thuis, je kan naar de toko, daar kan je het halen. Kan je het in de supermarkt halen? There's also organic stores already offering it, but it's very hard to find. So that's why I'm always saying the Nederlandse rode classic chili powder is also fine. Precies. Yeah. Dus je kan ook gewoon Nederlandse rode peper gebruiken of andere soort chili vlokken. Maar die gochugaru zou ik wel echt aanraden. Dat is echt een tripje naar de toko wel waard. Yeah. Dat maakt het op een bepaalde manier pittig, wat ook gewoon heel, het is pittig, maar heel erg smaakvol. And that gives us a beautiful red color. En dat geeft een rode kleur. Zullen we deze laten zien ook? Je ziet het hier ook al een beetje. Dit is eentje, een batch die we al gemaakt hebben. Ja. How much? That's totally up to you. Okay. I'm using a good 2 spoons. I like it a bit more spicy. So this was 1 spoon. Super mooie kleur. We can show it once. Kan zien. I have to go in again. Dan kom ik zo terug. Dan gaan we nu kneden weer. Yeah. Dus zometeen na het kneden heb jij lekker heel veel knoflook en pittige smaken aan je handen. And it might take a day to get the flavor away from your hands. Yeah. Don't scratch your eyes or be careful on the toilet after you massage. Mensen thuis, niet in je ogen wrijven, want dat is erg vervelend. Dat is pittige ingrediënten. So, ja, je ziet dus echt al wat meer vocht ontstaan. Je hoort ook, als je het zelf ook aan het doen bent, dan hoor je echt al dat het wat slapper wordt eigenlijk al. And we really need that liquid. And you will see now why. We hebben echt vocht nodig, want we hebben het anaerobe fermentatie. This is a fermentation jar of exactly 1 liter. Mm-hmm. Most probably we have a little bit too much here, we will see. Okay. Because you need to give it a bit of space as well. So we will see that now when I start filling. Yeah. Dus als je het mengsel hebt, dan kan het in de pot gedaan worden. En daarvoor moeten we gewoon nog steeds wel kijken van, ook al heb je het allemaal goed afgemeten, gaat het wel om dat er genoeg vocht is en dat er nog een klein beetje ruimte over is in de pot. And that's why we really have to squeeze it in here. And don't allow it to have any oxygen space left. Yeah. Dus het kan er allemaal in passen als je goed drukt. Dat is heel belangrijk. Het ziet er wel heel mooi en lekker uit, nu al. I think it fits perfectly. Okay, and then the juice we throw away. No, we don't. Het water is juist zo belangrijk. Yeah, you can see here, that's the rest in the bowl. In the winter, the cabbage has less water in it, mostly. And in the summer, a bit more. So you always wait a couple of minutes.
how it sets, how much water comes out of it. Ja, dus je kan, in principe is het een lekker wintergerecht, want kool kennen we als een heel winterse groente. Maar het kan het hele jaar door gemaakt en gegeten worden. Kolen hebben dus dan net een andere hoeveelheid water in zich. Dus de winterkool is waarschijnlijk iets zuiniger. Waarschijnlijk is dat het. En die heeft wat minder water. So you see here, I'm pressing and the juice comes up. That's exactly the state we want to have. Yes. En als mensen dit nou niet hebben thuis, moeten ze dan extra water toevoegen? Ja. Yeah. Okay. So if the juice doesn't come up for any reason, you know, maybe it was not enough salt or so. Very simple technique, I can show you. Actually, we will need a little bit more. Maybe 50 milliliters. So what we will do next is we put an additional... We willen een klein beetje extra water toevoegen. En dat gaat Moritz nu wel een beetje... dat ga je afvegen. Yeah. Moeten mensen dat thuis ook zo specifiek doen? Very important. And we start slow. Huh? We don't want too much water because it dilutes the flavor. So we start with 50 milliliters. Goed. What means 50... okay, we have 60 here. What means 60? How much salt do we have now? Oké, dus dat moet van vooraf aan. Yeah. Gaan we nu water toevoegen en dan ook weer het zout. Ja, yeah. So 60 milliliters. Dus dan moet je 1,8% daarvan... Exactly. Dus 1,8% van 60. Regie, 1,8%. ik reken voor jullie mee. Dankjewel. Dat is niet meest. Misschien zit er iemand in de chat die al heel snel is. Oh ja, maybe the chat is faster. 60 grams. Dus dat moet zo specifiek. It really has to be properly measured. Ja, precies. 1,08 gram hoor ik in de chat. Oké. So in this 1,08 is goed. 1,08. Okay, we round always up, so we go 1.1 gram. That's very little. So let's see how this when the scale says stop. Nu is die van 60 naar 61 gesprongen op de scale, op de weegschaal. Dus een beetje extra water en een beetje extra zout gaat er nu bij. It's actually quite beautiful to add a little bit more because you can clean out all the chili and add it. Extra schoonmaken van de schaal. Mooi, het ziet eruit alsof het inderdaad onder water staat. You remember this one? Nou ja, als je zuurkool, ik weet niet of mensen dat nog weten van hun oma's, opa's of andere experts, het moet onder druk staan. Dus vaak heb je van die grote potten met stenen en daardoor blijft zuurkool onder water. Maar we hebben nu geen steen. We don't have stone, but that doesn't matter because we use a piece of the cabbage lid as our lid in here. Dus we als een deksel, als het ware, gebruiken we dus dat blad wat we in het begin bewaard hebben. That. En nu komt er wel water bovenop dat blad. But that's not enough. Because what will happen is that the water will push back. Mm-hmm. And that's why we have to add an additional fermentation weight. Okay. And that can be very simple at home. A very clean stone from the garden which you cleaned up. Or what I will use today, a leftover clean jar from my jam. Oké, dus ook hier gaan we nog gewicht aan toevoegen. Dus je hebt dat blad als een soort van deksel en een beetje extra gewicht. Maar dit is een heel groot potje wat je toevoegt. Yeah. And look, actually it's beautiful now, because I will press it down. Yeah. Where is my ring? Ja, die ligt hier. Yeah. Een fermentatiepot komt altijd met een rubberen ring. Die is wel van belang om goed ook weer luchtdicht af te kunnen sluiten. Ik heb dit thuis ook wel gedaan. En een tip voor thuis. Niet iedereen zal het hebben, maar er zijn ook kleine shotglaasjes. Ja. Die heb ik thuis. En die heb ik toen gebruikt voor mijn 1 liter pot. En dat had ik zo neer kunnen zetten, heb ik het ook naar beneden gedrukt. And as we can see here, the last bit of pressure. Ja. We have a little bit too much water. You remember, we want to give it a little bit of space. So we take a little bit out. Oké, waarom heb je dan nog een klein beetje ruimte nodig? Because it will start creating oxygen and release gas in the next few days. And in order to not let it explode or bubble out too much, we give it a little bit of space. Oké, dit is misschien nog wel belangrijk om te vertellen. Dat is sowieso nog wel... We hebben er dus extra klein beetje water weer uitgedaan. Om een klein streepje lucht eigenlijk te geven. Dus het staat helemaal onder druk, onder water. Maar het heeft nog een klein beetje lucht ook in de pot.
omdat de fermentatie gaat beginnen. Ja. En wanneer begint dat? Right now. Begint in nu that al. Moment. And it will go now on for 21 days. In these 21 days, it's going through different stages. Het gaat door verschillende fases heen in de komende 3 weken, 21 dagen. In the first 7 days especially, we will have a phase where a lot of oxygen is released. So you will have a lot of activity in the char. Dus de bacteriën gaan nu het hardste werken eigenlijk. Yeah. Dus nu zal er heel veel activiteit komen. That means we have to take care of it like a little pet, like a dog. Which means every day we check up on our jar and we have that little rubber lid here and we give it a little bit of air. Just a little, maybe we can have a live example here. If it's still under pressure, most probably not. We have just a little coming out of it. Okay. Dus als je zo'n mooie professionele pot hebt, dan zit dat rubberen randje daar ook niet voor niks, want omdat het zo gaat leven na 3-4 dagen en die bacteriën zo hard gaan werken, komt er gas vrij. En als je dus aan dit lipje trekt, dan ontlucht je hem eigenlijk. Ja. Dus je moet dat ontluchten als het ware en dat moet je dus echt zeker 1 keer per dag doen. Ja, yeah, or every second day. The problem is that if you put it like that, you go on vacation. Niet op vakantie gaan als je fermenteert. Or give it your neighbor. Als je aan het fermenteren bent in glas, dat kan verkeerd aflopen. Exactly, the gas will can accumulate and can really pop open. So give it a little bit of air. En het gaat echt flink bubbelen. Wat er ook gaat gebeuren is al na 2, 3, 4 dagen, als je dus het lipje opentrekt, dan kan het er echt uitspuiten. Dat is echt al met wilde fermentatie, kan dat gewoon heel hard gaan. It's alive. Het is levend, yeah. Inderdaad. Yeah. De levende bacteriën. Dus zet het vooral in je wasbak neer en doe het voorzichtig. Yeah. Anders zit je hele keuken onder. En dat maakt eigenlijk, hè, dat fermenteren kan nog best wel een beetje tricky zijn. Ja. Het ruikt, het kan bubbelen, ja. Het is levend. Ja. Wat kan er allemaal fout gaan? Fout gaan, ja. If you have the wrong temperature, mm-hmm. So we are trying to stay between 18 and 25 degrees, not below, not above. The kitchen counter at home. Gewoon thuis in kamertemperatuur kan je het beste dit doen en laten staan. Yeah. That's very important. The salt content, and it really has to be under the brine. If it's beneath the brine, it's fine. Yeah, can you run that? Als het onder water staat, dan gaat het, yeah, goed. Nee, yeah. ik kan het niet zo snel rijmen. Misschien ook weer iemand in de chat. dus het moet echt onder water blijven. Stel iemand krijgt schimmel. Kan dat? Ja. Yeah. So if mostly the only reason why schimmel would come is because the salt content was not good. Or because a piece of the cabbage was standing out, yeah, on the top. Don't worry too much. There's different kinds of schimmel and mold. And I think Joyce will also refer to a webpage where there's explained a bit more about that. Yeah. First check how the mold looks. And if you're unsure, throw it away. Or put it in the compost. And if you're sure and you can really see, oh, this is that certain kind of mold, then you can remove the top layer mold. Okay, dus het gaat om het soort schimmel wat erop zit. En kan je dan zeggen van, ik haal een stukje eraf. Met sommige schimmels zal het voldoende zijn, yeah, dat je een klein beetje eraf haalt wat dus beschimmeld is en de rest is goed. Yeah. En sommige schimmels zullen wel wat, zullen niet zo goed zijn. En dat ligt dus vooral aan zoutpercentage en water ook. Yeah. But again here, when in doubt, throw it out. Ja? Yeah? Oké. Okay. Nou, wanneer het niet lekker is, wanneer je twijfelt. Ja. Yeah. Nou ja, bij twijfel niet doen. Ja. Yeah. But this is a very safe method. And actually, zuurkool, sauerkraut or kimchi fermentation, mm-hmm, is the easiest for beginner to not do it wrong. If we start fermenting pumpkins, what do we have here? Romanesco, pure carrots or so on, there might be different sugar levels. Which means we need a different fermentation technique. Nog een hele andere techniek. Wat noem eens 1 voorbeeld. Pure carrots. Very high sugar content in carrots. Okay. Which means if we fermented in that wild way, they would turn into alcohol.
Dus omdat er soms zoveel suiker in een groente of product zit, kan het ook alcohol worden. Dus we hebben andere fermentatie nodig. Yeah. Okay. That would be a different fermentation course. Yeah, in starter culture fermentation. So I can briefly explain you that there is another fermentation where you use a starter culture, where you remove sugar through blanching, and where you use vinegar. But that's a whole different version. Ja, dus als je iets blancheert, dus even in warm water, even in heet water, dan kan je al een deel van die suikers laten verminderen, waardoor de fermentatie er wel werkt. Again, Joyce can refer to, to an online article. Kunnen jullie nog veel meer over lezen. Today we are wild, and today we made this wild fermented batch of Nederlandse kimchi. Yeah. And, Dus na vanaf 3-4 dagen ga je het ontluchten en na 21 dagen, wanneer je denkt, nu is het lekker, je kan gewoon proeven. Je kan het nog wat later, nog wat langer laten staan. Dan wordt het iets zuurder. Fermentatie van zuurkool is soms wel 3 maanden. En dan wanneer je het lekker vindt, dan kan je ervan eten. En dan zet je het ook na openen, zet je het in de koelkast. Ja. Waarom? Ja. Na 21 dagen, gaan we verder in Nederland. Na 21 dagen hebben we de grootste aandeel van de levende bacteriën. Dat bedoelt ook dat weer bereid zijn om het te eten. Maar het komt in de koelkast. Because we want to slow down the process of fermentation. Ja. Dus het kan nog door fermenteren, zoals we net zeiden. Na 21 dagen kan het zuurder worden. Zodra je het in de koelkast zet, dan laat je die bacteriën eigenlijk helemaal tot rust komen. Ze gaan niet meer zo hard werken, het is te koud. En dan kan je het dus dezelfde smaak, dan hou je het dus op dezelfde smaak die jij dus dan lekker vindt. Ja. And then, if you never ate fermented food before, also a little disclaimer, start slowly building up. Because your human gut microbiome is not used to this beautiful diversity of bacteria anymore. Yeah. And it might react with, a little bit of gassiness, and you know that just happens. It's natural because you didn't eat it. But don't be afraid. If you continue eating every other day a little bit more, you won't have that anymore. Dus het kan gelijk al verslavend werken, maar doe het rustig aan met deze wilde gefermenteerde producten. De bacteriën die erin zitten, die gaan gewoon in je darmstelsel. Gaan ze ook gewoon heel hard aan het werk en. Sommigen zullen een wat, een wat minder rijk darmen of microbioom hebben. Waardoor het gelijk een best wel een impact heeft. Van, hier zijn opeens een heel veel goede bacteriën. Die gaan heel hard aan het werk. Dus dat kan je wel gaan merken. Het is super gezond. En juist dus ook heel goed om je darmmicrobioom te ondersteunen en te verrijken. We noemen het ook wel probiotisch en prebiotisch. Ja. Dus dat zit allemaal in gefermenteerde kool en in kimchi. But it's up to everyone's self and to check if your diet, if you can include it or not. And it's always important to consult a doctor, especially when you're pregnant or not, to see precies. If there's something for your diet. Ja, ja precies. Vezelrijk, vitaminerijk, dat zit allemaal van nature in eigenlijk. Ja. Bio lekker. That's it. If you have any questions, we have a couple more minutes, I think, to answer them. We would be happy. Maybe we can forward it from the chat. We horen het graag. Ja, we hebben best wel veel vragen binnengekregen. Mm-hmm. Zijn we zo snel? Misschien de eerste. Waar eten we dit bij? Ja. Oké, favoriet van ons is ook wel een kimchi kaas tosti. Nederlandse klassieker, Dat is wel een klassieker, die vind je ook wel hier in de horeca in Amsterdam. Maar het past ook heel goed bij al je Aziatische gerechten, omdat het zo umami-rijk is. Je nasi of gewoon op je salade. Dus een Buddha bowl. Precies, ja. Of ook een Nederlandse stamppot, maar dan deze keer een beetje pittig met kimchi. Nou, niet. Eigenlijk eet ik het bijna altijd bij mijn lunch. Dus als ik mijn lunch met een broodje wat rijkelijker wil beleggen, doe ik het op mijn hummus bijvoorbeeld. Pindakaas? Ook heel lekker? Ja. Ja, kimchi pindakaas. Dat kennen wij als Nederlanders kennen wij dat best wel goed. Dat we dus pindasaus hebben met iets pittigs of met je komkommer. Dat pindasaus met dat het een hartig iets is. Ja. Dus ook een broodje pindakaas met dit erop. Ja. Is heel lekker. Broodje pindakaas sambal. Oef. Dat wordt veel gegeten hoor. Ja. Heel veel lekkere inspiratie.
Misschien kwamen ook veel vragen binnen over de soorten potten. Ja. Jullie gebruiken bijvoorbeeld een bekpot. Ja. We kregen wat vragen over, is het mogelijk om een waterslot te gebruiken? Of kan het, als ik bijvoorbeeld een grote pot heb en ik wil niet zoveel kimchi maken, kan dat dan? Kan ik met meer lucht kan ik het maken? Ja. En zoals bij kombucha met een net bovenop en een elastiek, is dat ook goed? Of zitten we dan in... Het belangrijkste is dat de kimchi beneden het water zit. Dat het echt een anaerobe zonder zuurstof omgeving is. De grootte van het potje is niet belangrijk. Het kan echt ook zo groot zijn. Maar het moet echt anaerobe zitten. Dus een steen, zoals je ook... Een keramiekpot is goed, maar de wekpotjes is echt het mooiste om te fermenteren. Omdat als je een normale glas, weet je, een oude glas of zo gebruikt, dan kan je dat niet zo mooi ontlochten. En het kan zien dat het echt een beetje explodeert. Dus het is beter om deze ring te hebben. En ik denk ook nog een van de dingen was dat je zo'n luchtdicht potje voor inmaken. Ja. Dus dat is ook vaak voor shammetjes en zo. Hmm. Kunnen we dat gebruiken? Wat je dus op de kop moet zetten en zo. Dat is gevaarlijk. Dat kan dus helemaal niet. Nee. Dat kan je helemaal niet gebruiken. Nee, echt. De zekere variant is altijd een bekpot. Ja, een bekpotje. En een deksel is belangrijk ook omdat het echt rookt in de keuken. Zoals als je een kombucha potje met hoe zeg je dat, met een net gebruikt. Ja. Ja, dat lukt niet. Nee. Dan gaat echt wel heel erg ruiken in je huis. Dus dan moet je een schuur voor hebben. Ja. Nou, dan moet je een schuur. Ook nog een paar vragen over, is het gevaarlijk als het bijvoorbeeld in de keuken in de zon staat? Moeten mensen daarop letten? Dus liever, want in de zon wordt het natuurlijk ook veel warmer. Ja. Je zei zelf dat het mag niet al te heet worden. Ja, max 25 graden. Ja. En als het in de zon staat, kan het 40 graden bereiken. Dus dat willen we niet zien. En ook de kleur is niet zo mooi. Het wordt lichter, bedoel je? Ja. Het moet niet it doesn't have to be in a dark chamber, but no direct sunlight. Geen direct sunlight. Ja. En kun je misschien nog iets zeggen over de smaken? Want je zegt 21 dagen, dan is die voor jou ook perfect. Ja. Kun je iets zeggen van, misschien vinden mensen als het langer, of ze zijn toevallig, hij staat wat langer. Wat gebeurt er met de smaak? Ja. Jullie kennen alle de zuurkool, de klassieke zuurkool in de plastic bakje in de winkel. En deze zuurkool is lang gefermenteerd, veel masseerd en misschien ook een beetje een hogere temperatuur gefermenteerd. En dan heb je echt een heel zuur zuurkool. Als jullie dat willen, dan kunnen jullie de kimchi ook 40 dagen fermenteren en een beetje langer laten staan. Maar probeer maar met 21 dagen. Dat is echt de golden rule. Dus, En dan nog een vraagje. Na de 21 dagen, dan gaat hij naar de koelkast. Hoe lang kunnen we hem bewaren? 6 maanden. Minimum 6 maanden. En moet hij dan in een andere pot? Kan die in een luchtdichte pot dichtgeschroefd worden? Of moeten we nog ergens op letten? Ja, dus kan dat... ja, zeker. Dat kan in andere potjes overgeschept worden. Als het wel allemaal dan maar koud blijft staan. Ja, want het fermentatieproces stopt. Dus je kan hem dan gewoon in een mooie luchtdichte pot en verdelen onder je vrienden. Ja. Het stopt niet, maar het slaagt een beetje. Okay. Als je de bouten haalt. Bijvoorbeeld als je een rauw gefermenteerde kimchi of kolen koopt in de winkel. En je gaat verder de hele dag door de stad winkelen. Ja. Wat passeert dan? Then the jar pops. Yeah, yeah. Don't worry, dat was ook weer onze slogan. If the jar pops, don't panic, it's organic. Ja. Dus. Dus het hoort erbij, maar inderdaad, dan haal je het in de winkel uit de koelkast. Dan haal je het even uit de koelkast, dan kan het echt al in een paar uur wat meer gaan leven. Ja. Ja, misschien nog een vraagje, want jullie hebben denk ik heel veel geprobeerd. Heb je nog naast kimchi dat je zegt van dit is mijn favoriete groente om te fermenteren? Ja. Nou ja, ik kan wel aanraden om een soortgelijk recept te maken, maar dan bijvoorbeeld met kurkuma kruiden of wat meer currykruiden. Dan krijg je een hele mooie gele kleur. Ja. En zo kan je natuurlijk ook weer met kleuren experimenteren met andere kruiden. Je kan het wat klassieker houden met laurierblad of
van die peperkorrels met een gewone zuurkool. Dus dat is mijn favoriet. Ik heb één week geleden in Sinterklaas zuurkool gefermenteerd. En dat was witte kool, mandarijntjes, kruidnagel en appel. Dus ik heb het nu gefermenteerd en is het klaar op de Sinterklaasdag. En dan eten we een Sinterklaas zuurkool. Dus ik kan echt een beetje creatief leren. Maar altijd kijken dat het niet te zout is. Mm-hmm. Anders kan het zien dat het een beetje alcohol lastig fermenteert. Te zoet. Te zoet, sorry. Ja. Dus, te zoet. Dus de groentes, als ze wat meer suiker hebben, dan vergt dat wel weer net een iets andere techniek. Ja. Een goede regel is altijd 80% witte kool als je een zuurkool maakt. Dat is altijd een goede basis. Ja, ja. Maar ook, ja, ook lekker bloemenkool te fermenteren bijvoorbeeld. Alle kolen zijn lekker om te fermenteren. Ja, ja, ja. Ja. Chinese kolen, Savoie kolen. Ja. En daar is het nu een seizoen voor. Dus, is nu een seizoen voor. En nu hebben we heel veel. We hebben echt abundance. De biologische boeren hebben heel veel kolen. En Nederlandse mensen eten niet meer genoeg kool. Dat is ook een statistiek. Dus als jullie veel kool thuis hebben, fermenteren. En dan kunnen jullie dit afbewaren. Nou ja, en we kopen kolen en we hebben misschien kleinere huishoudens. Dus we weten niet zo goed meer hoe we een hele kool moeten opeten. Ja. Dus dan is het een klein beetje kan ik wel door de wok gooien. En de rest kan ik dan fermenteren. Dus je hoeft ook wat minder bang te zijn voor grote producten. En wanneer je dit onder de knie hebt, dan kan je juist heel lang nog genieten van je biologische producten. Ja. Nou, dat zijn denk ik de belangrijkste vragen die we allemaal hebben ontvangen. Heb je nog een laatste tip voor de mensen thuis? Ja, qua gezondheid misschien. Maar, maar don't be afraid. Ja. Echt, als iets fout gaat één keer, niet stopzetten. Dat kan altijd passeren. Ja. Het is een levende product, het is een levende proces. En wat ik ook altijd wil vertellen, het is belangrijk dat we deze processen, en dat we praten over bacteriën en over levende bacteriën. Omdat we echt meer diversiteit nodig hebben. In een wereld waar we nu echt minder diversiteit zien in de natuur, in het menselijke lichaam. Dus fermenteren is ook een beetje zo'n philosophical proces, wat stattvindt in onze bodem. En een biologische bodem bijvoorbeeld, of biodynamische bodem, zit vol met bacteriën, met goede bacteriën. Dus dat is misschien het laatste wat ik ook altijd wil vertellen. Ja. Nou, dan gaan we denk ik afsluiten. Ja. Vond het super leuk om van jullie te horen wat je allemaal kan maken. En vooral, ik heb ook heel veel zin om de kimchi te gaan maken. Ja. Iets voor jou. Is die voor mij? Ja, het is voor jou. Heel erg bedankt. Die 21 dagen, dan ga ik jullie vertellen hoe lekker die was. Ja. Voor de mensen thuis, ga lekker aan de slag en wees niet bang. En wat Maurice en Loes al gezegd hebben, het is bij het gebruiken van de groenten, is het gewoon heel makkelijk en fijn om voor biologisch te kiezen. Omdat daar geen kunstmatige bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Het is gewoon allemaal super fresh. Mm. De juiste bacteriën zitten erop. Dus dat is eigenlijk de makkelijkste manier om te zorgen dat het sowieso goed gaat komen. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier. Dankjewel voor het kijken. Ja, dankjewel. Jullie heel erg bedankt voor het vertellen. En we zien ook heel graag jullie resultaten terug. En jullie krijgen heel snel van ons een mailtje met alle informatie. Ook waar je het kan terugkijken. Dus dan kun je gewoon zelf thuis rustig aan de slag om je eigen pot kimchi te maken. Maar deze is van mij. Dank jullie wel. Heb nog een hele fijne avond.